Hallo kijkers en toekijkers, goed nieuwe video. En in deze video ga ik een quiz doen, want Surfing Gameplay had een soort van video gemaakt waarin hij een graag vragenquiz wil opstellen. En het leek me leuk om daar aan mee te doen en ook nog een video over te maken. Ik heb de video zelf nog niet gezien. Of ja, ik heb hem enkel de eerste 10 seconden of zo gezien. En de rest kijk ik later wel. Maar de bedoeling is dat ik eerst de quiz maak en dan de video ga bekijken. Maar we beginnen met gelijk met de titel even te lezen: de Surfing Gameplay Vragen Quiz 2020. Vraag 1: negativiteit. Oei. Een vlag herkennen op basis van kleur is leuk, maar lukt ook als de kleuren zijn omgedraaid. Je moet raden welke vlag het is. Alleen de kleuren zijn een beetje anders. Het is dan chili, denk ik. Dit is in Afrika. Ik denk Oeganda. Ik weet niet zeker, maar ik denk Oeganda. Dat is wel een makkelijke Brazilië. Zuid-Amerika, denk ik Venezuela. Saoedi-Arabië en dit is Mozambique. Dit is ook de enigste vlag, mijn AK-47, dacht ik. Volgens mij is dat een AK-47. En dan gaan we naar de volgende vraag. Sommige vlaggen lijken wel heel erg op elkaar. Kan jij de juiste vlag matchen met het juiste land? Oei oei, Ivoorkust en Ierland. Ik denk dat dit Ierland is, omdat dit dan Ivoorkust is. Senegal en Mali. De vlag met de sterren Senegal, zoals Titan. En dan zal Titan Mali zijn. Nu de volgende, Tsjaat en Roemenië. Dat zijn ook zo vlaggen die heel erg op elkaar lijken. En nu moet ik wel goed nadenken. Ik denk dat dit Roemenië is. En dit dan Tsjaat zal zijn. Kan ook fout zijn. Slovenië en Slowakije. Dit is Slovenië, de rechts is Slovenië en de linker is dan Slowakije. Nu naar de volgende vraag zeker. Recht naar de maan. Meerdere vragen bevatten een afbeelding in de vorm van een maan. Ken jij ze dus allemaal? Algerije. Ik doe eerst gewoon degene die ik al meteen weet. Algerije. Turkije. Tunesië. Die weet ik even niet. Dat is Libië. En dat is Azerbeidzjan. Deze, volgens mij is eens van deze Singapore of Maleisië. Het zijn waarschijnlijk islamitische landen. Ik gok op Turkmenistan. Misschien is het fout. We gaan laten deze even nog even open. Wacht, hierboven staan alle nationale vlaggen met een maan. Met uitdrukking van drie landen kan je er eens of meerdere noemen. Oh, we moeten nog een vlag met een maan opnoemen die er niet is opgenoemd. En dat is ook een lastige. En dat is gewoon een bonusvraag. En meestal doet ook de bonusvraag elke keer op het einde. Genoeg gelachen, hier heb je wat vlaggen. Makkelijker of moeilijk kan niet van welke landen zijn deze vlag. Dit is volgens mij van de Dominicaanse Republiek. Dit is Paraguay. Dit is dan Palestina. Wacht, hoe heet dat ook alweer? Ik kan even niet op de naam. Zimbabwe, Egypte, Bulgarije, Nigeria, Nazi-Duitsland, Nepal, Noord-Korea. Deze had ik nog niet gehad, zeker. Volgens mij dan dit Guatemala. Dan dit. Boom. Het is lang geleden dat ik nog geoefend heb. Die sta ik dan ook hier voor over zeker. Bonusvragen of willekeurige vlaggen zonder context. De vlag hoefde je niet te leren, maar ik kan het natuurlijk altijd proberen. Ja, het rode kruis, het oude vlagje van Nederland. Weet ik niet. Een of andere Britse kolonie. Een Amerikaanse vlag. Een communistische Europese Unie. Een witte vlag. Een voetbalkeeper van Cambuur.
homoseksuelen zeker. En dan een soort van schaakbord hier nog. Of volgens mij is ook iets met racing, dat dit hier dan zogezegd de finish is. De antwoorden van alle vragen worden besproken in deze YouTube-video. En jouw cijfer is simpelweg te berekenen via deze formule: aantal punten deelt door 35 maal 9 plus 1. Oké. Wacht, ik moet die bonusvraag nog doen. Ja, volgens mij is het dan toch Singapore. Ja, dit was dan denk ik toch de quiz voor mij. Dus ja, ik had misschien wel iets meer moeten oefenen. Maar ja, ik had eigenlijk de eerste dagen, wat ongeveer net een anderhalve week tijd of zo. En de eerste dagen had ik heel erg veel geoefend. Maar daarna was ik het weer een beetje vergeten te doen. Bedankt voor het kijken naar de video. Hopelijk vond je het een beetje leuk. Het is misschien iets wat raardere video dan normaal. Maar ik vond het wel leuk om te doen. Dus tot de volgende video maar weer. Doei doei!